Vandaag was de pot in het Spoorwegmuseum. En er waren ook een hoop jonge fans bij van de denksport. Het is een denksport en ik hou wel van denken. Je moet er veel bij nadenken en ik vind het leuk om waardige tegenstanders te hebben. Ik vind het leuk omdat ik zelf best wel slim ben. En dan vind ik het soms stom als het veel te makkelijk is. Dus dan zoek ik de uitdaging in schaken. 350 schaakkampioenen in spe nemen het tegen elkaar op in het Spoorwegmuseum. Het gaat er fanatiek aan toe. Toen sloeg hij mijn koningin, maar toen gelukkig sloeg ik zijn koningin daarna weer, waardoor ik weer voor stond. En toen kon ik mooi met mijn paard, kon ik hem schaak zetten, oftewel een dubbele aanval. En dan tegelijkertijd zijn toren aanvallen, waardoor ik zijn toren kon pakken. Dat klinkt ingewikkeld. Dat valt eigenlijk wel mee als je de regels maar goed kent. Sinds ik het eenmaal heb geleerd, dan ik vind het nu wel makkelijk. In een andere ruimte van het museum is de sfeer een stuk minder luchtig. Daar spelen de grootmeesters tegen elkaar. Tussen de treinen gaat het spel op wereldniveau van start. Maar ze laten zich niet afleiden door de omgeving. Binnen een minuut of 5 of 10, dan zitten ze in de partij en dan maakt het niet uit waar je zit. Al zit je op een berg of al zit je in een grot onder de grond. Het Tata Steel Chess toernooi wordt dit jaar voor de 78ste keer gehouden. Het is een belangrijk toernooi in de schaakwereld. Er doen ongeveer 2000 schakers mee uit alle continenten. Dus dat is op zich al bijzonder. Maar wat er dan ook nog de combinatie is, dat ook de absolute wereldtop doet daarin mee. Deze partij kan wel uren duren. De potjes van de jonge schaakmeesters in de hal zijn veel korter, maar aan sportiviteit geen gebrek. Ik wil natuurlijk wel winnen en wil natuurlijk wel hoog eindigen. Maar als ik verlies, respecteer ik dat ook wel, want dan is hij gewoon beter. Ik heb er alles dan aan gedaan om proberen te winnen. Alleen, soms lukt dat niet.